Who is back? Back again. Julie's back. Tell a friend. Hi guys, ik ben Giuliano en welkom op mijn YouTube channel. Hebben jullie mij ook zo gemist? Ja, kom hier, kom even. Ah, ja. Ik heb een maand lang geen video's gemaakt, want ik had natuurlijk mijn examens. Hoe ging het voor mijn gevoel? Op zich wel goed. Maar dat zullen we wel zien 12 juni als de uitslag bekend is. Voordat we beginnen met de video, iets dat ik altijd al heb willen doen. Zien jullie dit shirt, wat ik nu aan het dragen ben? Vinden jullie dit nou ook een leuke hoodie? Denken jullie, nou wat lekker yin en yang is dit? Dan heb ik goed nieuws voor jullie, want deze hoodie komt van Kenacho. Wat? Kennen jullie Kenacho niet? Ik zet een link in de beschrijving waar je de site kan vinden. Het heeft echt hele leuke kleding. Die kleding stopt de nacho in Kenacho. En nachos zijn echt lekker. En die kleding dus ook. Nou, dan breng ik jullie nu naar een whole new world. Sorry. Namelijk de nieuwe remake van Aladdin. Ik denk dat we allemaal wel het verhaal kennen van Aladdin. Het verhaal gaat over een straatjongen genaamd Aladdin. Die vindt een lamp en als hij erop wrijft komt er een geest uit en die mag hem 3 wensen geven. En met de hulp van de geest probeert hij indruk te maken op de prinses van Agrabah. Het origineel was sowieso een klassieker. Het is sowieso een van mijn favoriete Disney films. Ik denk dat iedereen die de trailer van deze film voor het eerst zag moest schrikken van de genie. Want dat zag er gewoon echt niet uit. Daarom ging ik ook naar deze film met lage verwachtingen. Want ook al is de originele Aladdin een van mijn favorieten. Ja, de trailer gaf me gewoon niet echt veel hoop. Maar guys, ik maak echt geen grapje wanneer ik zeg dat deze film zoveel beter is dan dat ik had verwacht. By far het beste van de hele film zijn de performances van alle liedjes. Klassiekers zoals One Jump Ahead, Friend Like Me en A Whole New World. Perfect gewoon. That being said, ik ben ook gewoon een sucker voor nostalgia. Echt, al die momentjes uit mijn childhood kwamen weer naar boven. Het is één ding om te spelen op die nostalgia, maar het is ook een ander ding om het goed uit te voeren. En ze hebben het wat mij betreft echt perfect gedaan. Ook met de worldbuilding. Agrabah ziet er echt perfect uit. Echt prachtig. Disneyland, luister. Maak een Agrabah. Ik weet niet, is het er eigenlijk? Hebben ze een Agrabah in Disneyland? Either way, als het er nog niet is, er moet echt een plek komen die erop lijkt. Want wauw, daar wil ik echt zo graag heen. Will Smith als de genie is een van de beste dingen uit deze film. En je gaat me niet geloven, want iedereen was bij de trailer zo van, wat de even jullie allemaal, jullie verpesten de genie echt totaal. Ik was één van die mensen, moet ik eerlijk bekennen. Maar dat kwam niet omdat toen ik de trailer zag, ik Will Smith per se slecht vond. Maar de CGI rondom Will Smith heel slecht. En is het beter geworden in de film? Nou, een beetje. In sommige momenten ziet hij er nog steeds uit als het zonnetje van de Teletubbies. Maar in andere momenten was ik echt van, wauw, dit is wel nice geanimeerd. Jullie hebben wel echt je best gedaan. Maar vooral in de momenten waar de genie er niet zo goed uitziet. En dat is vooral in de grot, wanneer Aladdin en de genie elkaar voor het eerst ontmoeten. Weet Will Smith het karakter zo likable te maken dat het je helemaal niet eens boeit hoe hij eruit ziet. Mena Massoud als Aladdin, ik moet sorry zeggen. Het spijt me, Mena. Het spijt me heel erg. Ik had twijfels over jouw casting. Ik was zo van, waarom zou je hem casten als Evangelia leeft op deze planeet? Dus ik was erg sceptisch, maar hij deed het hartstikke goed. En hij is niet de beste zanger. Af en toe was het zelfs een beetje cringy als hij begon te zingen. Maar, I don't know, het is zo'n likable guy dat je hem snel vergeeft. And that being said, de originele Aladdin was nou ook niet een super goede zanger. Maar he made it work as well, so. De derde persoon die ik wil highlighten is Naomi Scott als Jasmine. In het begin had ik een beetje moeite met haar casting. Omdat ze niet echt heel erg Indian of Arabisch eruit zag. Ik heb uiteindelijk wel begrepen dat ze voor de helft India's is. Of een kwart. Maar ze ziet er gewoon niet zo uit. Dus ik was heel erg sceptisch. Ik was zo van, zou je niet echt iemand casten als Jasmine die meer op Jasmine lijkt? Want aan haar zie je heel duidelijk dat ze Arabisch is. Maar toen ik Naomi zag in de rol, klikte het meteen voor mij. Ze was echt een geweldige Jasmine. En ja, sorry voor alle twijfels die ik had, maar you nailed it. Ik denk oprecht ook dat van alle mensen in deze cast, Naomi Scott het misschien het best. Nee, kijk, Will Smith was mijn favoriet. Maar ik denk dat Naomi Scott het meeste gaat bereiken met deze rol in haar carrière. Omdat ze zichzelf hiermee sowieso op de kaart heeft gezet. De sidekicks van Aladdin zijn natuurlijk Carpet en Abu. En ik vond het heel erg leuk hoe ze zijn gedaan in live action. Vooral Carpet. Ook al is het gewoon een kleed. Je zag wel echt gewoon die emoties. Je wist wanneer Carpet blij was en verdrietig. En ik vind het heel knap om dat te doen met objecten. Dan zijn er nog 2 acteurs die een kleine rol hadden en niet voorkwamen in het origineel. Maar wel dus kennelijk karakters zijn in de Broadway versie van Aladdin. Dat zijn de characters van Billy Magnus en Nassim Bedrat. Ik wist in het begin niet echt wat ik van hun rollen moest vinden, want ze kwamen niet voor in het origineel. Maar naarmate de film verder ging, vond ik ze echt hartstikke grappig en ik ben heel erg blij dat ze van de Broadway musical ook
hier naartoe zijn gebracht. Oké, dit alles gezegd hebben, dat deze film is niet perfect. Oké, de CGI, zoals ik al zei, van de genie is best wel... Kijk, ik kan ook wel mijn roze bril afdoen, weet je wel. Van die nostalgie eventjes dat aan de kant gezet. Af en toe zag die genie er gewoon echt lelijk uit. Ik denk dat het ook komt omdat hij er niet echt uitzag als een geest. Met geesten kan je bij wijze van spreken je hand er als het ware doorheen steken. Maar hij zag er af en toe gewoon uit als een vaste blauwe blob. Wat het zo ongeloofwaardig maakte, maar ook wel grappig. Dus ik denk dat je er iets positiefs uit kan halen. En dan nog één minpuntje wat best wel jammer is. Marwan Kenzari als Jafar... Aan de ene kant, go Nederland, go Nederlandse acteurs. Hey, lekker voor jou dat je zit in een Amerikaanse film. En aan de andere kant, het was niet echt mijn Jafar. En ik denk niet dat het zozeer lag aan Marwan, maar meer aan het script. Of niet per se het script, maar de director, Guy Ritchie. Jafar die straalde in het origineel gewoon echt evilness uit. Gewoon, hij was echt kwaadaardig en sluw en heel erg slim. Hij had zijn evil shit op een rijtje en het voelde alsof deze Jafar niet echt wist wat hij wilde gaan doen of wat hij wilde bereiken. Het was een beetje een sukkelige, softie versie van Jafar waarin ik dacht van, weet je, Jafar was een van mijn favoriete villains van Disney, omdat hij juist echt puur evil is. En met deze versie van Jafar, ik weet niet, het was gewoon minder sluw, minder geniepig, minder evil, meer... Oeh, hij is geïrriteerd nu, jongens. En ik denk niet dat het echt lag aan de acteur zelf, aan Marwan, maar meer de director, dat hij de oude Jafar heeft gepakt en meer zijn eigen versie ervan heeft gemaakt, wat het personage niet echt ten goede deed. Maar al met al, mensen, deze film was gewoon hartstikke goed. Het kwam door het liedje, het kwam door de show, het kwam door de spektakel, maar het kwam ook door de personages, hoe die tot leven zijn gebracht en het inspelen op je nostalgie. Als ik kijk naar alle Disney live actions, denk ik dat dit mijn op één na favoriet is, na de Jungle Book. Ik zou ze persoonlijk zo ranken: Jungle Book, Aladdin, Beauty and the Beast, Dumbo, die zou je bijna vergeten. Ik denk dat iedereen die is vergeten. En dan Cinderella. Of misschien Dumbo en Cinderella omgedraaid. Als je naar een film wilt om erg entertained te worden en om je jeugd te herbeleven, zou ik sowieso naar deze film gaan. Dat was echt hartstikke goed. De soundtrack zit gewoon nu nog steeds in mijn hoofd. To be honest. Ik denk dat heel veel mensen turned off raakten bij de trailer, maar geloof me, het is echt zoveel beter dan dat de trailer laat zien. Ik geef Aladdin een 8. Hebben jullie Aladdin al gezien? Wat vonden jullie ervan? Let me know in de comments. Like, subscribe en share if you care. Woep. Volg me op Insta voor alle updates over dit kanaal. Volgende week ga ik een review doen over de horrorfilm Ma of een nieuwe albumreactie. Ik moet nog even kijken wat ik van de twee ga doen. Ja, dat was het dan, guys. Ciao.